Frisse grijze start morgen met hier en daar nog kans op een bui. Een beetje regen, she said. Ik dacht dat heel Blankenberg ging overstromen en alle auto's gingen wegwaaien. Maar oké, ik nam het positief op. Ik ging een beetje drinken van de kraan. Ik deed een beetje dingen op mijn vinger en ik wreef mijn lippen ermee in. En dan kon ik bellenblazen, want bellenblazen is gewoon de nieuwe hipster ding van de wereld, denk ik. Dus ja, als je het leven even tegenzet, blaas een beetje belletjes, want een bel is altijd super awesome. Let's go. Doe zeker een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt, dan maak ik zeker meer video's. Ik maak eigenlijk elke dag een video, dus eigenlijk doe gewoon een duimpje omhoog, dankjewel. Ik heb geen broek aan. Ik heb echt geen broek aan. Dus let's fucking go. Wow, wow, yeah, yeah. Where are you now? Vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het tijd voor nog een potje Black Ops 3. Dus voor de mensen die niet van games houden. Ja, dat dus. Sommige mensen vinden ook dat petten te mainstream zijn. En muts is ook zo mainstream. Dus omdat mainstream te normaal is, gaan wij vandaag een video opnemen met de one and only haarband. Let's go! Ik weet niet wat de fuck er met mijn haar is, maar oké, het is gewoon product placement. Let's go! Vandaag gaan we het hebben over mijn type meisjes, want het is een van de meest gestelde vragen in mijn livestreams. Hey shit, op welk type meisjes val jij? Dus ik dacht van, als er zoveel mensen dat zo graag eens willen weten, ga ik daar gewoon eens open en klaar mijn mening over zeggen. Het is een redelijk raar verhaal. Het is niet echt een verhaal, het is meer een anekdote. Als je deze video leuk vindt, vergeet zeker een duimpje omhoog te doen. En we gaan gewoon proberen een lekkere gameplay te zetten en goede commentary. Let's go! Daar ligt er iemand. Oké, Thomas. Hey, sit. Op welk type meisjes val jij? Dus, ik ben niet zo'n dude die veel relaties heeft of zo. Dat is not the go-zo, no. But, als ik op een meisje val, heb ik niet echt een uiterlijk die mij zo altijd neemt. Zo van, oh, blond haar, dikke tieten. Nee. Maar een meisje met grote borsten mag er altijd zijn. Ik ben een billeman. En ja, ik ga dus meer voor de bakka dan voor de balkon. If you know what I mean. Eigenlijk doet de haarkleur er volledig niks toe voor mij. Oké, deze haarband is echt fucking lelijk. Kijk, zoals ik in een livestream al eens heb gezegd, uiterlijk trekt aan, innerlijk maakt verliefd. Je kan een mooi meisje hebben waar je dan mee begint te praten en dan blijkt dat ze oliedom is. Dat is voor mij echt echt niet. Als ik met een meisje wil zijn, moet ik echt er goede gesprekken mee kunnen voeren. Ook moest ze mijn humor begrijpen, wat uiterst zeldzaam is. En natuurlijk, blond haar mag er ook altijd wel zijn. Zo niet gekleurd fucking geel, fucking heel haar. Maar de haarkleur doet er voor mij echt niks toe. Rost goed, poept goed. Even voor de duidelijkheid, poepen in België betekent niet kakken of zo, of toilet consumeren. Nee, poepen in België betekent de liefde bedrijven, a.k.a. neuken. Dus ja, ook al is het een ginger, I don't fucking care. Als ze mooi is, lief, vriendelijk, oké. Het probleem is, Blankenbergen is zo groot. Dus van deze grootte is er misschien 80% oude mensen. Dan heb je 10% mensen van mijn leeftijd, waarvan 5% jongens zijn. En dan heb je nog meisjes, waarvan 5% relatie heeft. Dus dan zit ik hier. Hey guys! Zo! Dat dus. Het is ook dubbel XP op Black Ops 3. Dus dat betekent dat je 2 keer zoveel XP krijgt. Dus je kan 2 keer zo lang aan je piemel trekken. Ik ben by the way ook bezig met een maand geen frisdrank drinken. Dus ik zit nu al op dag 21 en ik heb nog geen 1 slokje frisdrank gedronken. Ik drink alleen maar water, want water is goed voor de kater. Let's go. Laat zeker ook weten op welk type meisje jij zou vallen natuurlijk. De video is nog niet gedaan, ik ga nog iets vertellen. Maar laat gewoon eens weten, wat wil jij? Is het bij jou echt, ze moet dikke tieten hebben en een grote kont en een fucking mooi gezicht en dikke lippen en blond haar. Nu heb je gewoon een pornoster gedefinieerd. Dus laat zeker weten in de comments op welk type meisjes jij valt. En meisjes, laat gewoon weten op welk type jongens jullie vallen. Hij komt niet af met het cliché. Een brede kaak, klein aders die half uit zijn arm spatten. Een borst die volledig opgespoten is. Maar waarschijnlijk allemaal illegale fitness dingen. Oké. Zoals waarschijnlijk de meeste jongens zouden zeggen. Voor mij is kont en de borsten. Ja, ik vind dat wel leuk. Ik kan dat wel appreciëren. Is gewoon iets die in je zit of niet. En ja, ik ben nu eenmaal geboren met een liefde voor balkon en kontje. Dat is iets die ik niet van me ga krijgen. Mijn papa is misschien homo, maar ik niet. Nou, echt niet. Ik kan me... Nee. Wow. Nee. Ik hou te veel van het vrouwelijke geslacht. Ik snap dan ook zo niet als meisjes naar school komen en ze hebben zo'n decolleté. En jullie dan noemen in Nederland, maar dat is gewoon een redelijk grote inkijk. En dan zit ik daar zo op de speelplaats van... Yo, what the...
Maar dan blijkbaar heeft ze toch gezien dat je daar naartoe aan het kijken was. En dan worden ze kwaad. Waarom dragen ze dan een decolleté? Ze dragen toch zo'n ding gewoon dat jongens erin zouden kijken? Of ben ik verkeerd? I know it. Oh, daar is ons eerste slachtoffer. Oeh, die is dood. Ja, we got him. Daar is er nog een slachtoffer. Ja, kunnen we hem pakken? Ja, we pakken hem. Oeh, baby. En toch vind ik meisjes nog altijd een heel raar fenomeen die ik voor geen hol snap. Maar het zijn wel mooie wezens. Behalve meisjes die zo een hele grote nek hebben. En die denken dat ze alles zijn. En die denken dat elke jongen een mooi vindt en zo. Die meisjes. Wow. Suck my cock. Die mensen. Ik kijk, die maar. Val toch dood. Die maken me echt kwaad. Zo, meisjes die fucking veel geld krijgen van hun ouders. Om het dan uit te geven aan drank op feestjes. Die dan fucking wasted zijn. Die liggen te kotsen op het strand. En die allemaal, ja, no. That is not a good, no. Dat is zo het tegenovergestelde. Dat is zo zeker niet mijn type meisje. Een meisje moet zelfrespect hebben. En als dat zelfrespect er niet is, dan telt niks van de andere dingen wat ik heb gezegd. Als dat meisje nu zou voldoen aan alles wat ik net heb gezegd van uiterlijk, en ze heeft geen zelfrespect, nee, fuck off, Ik vind zelfrespect echt een van de belangrijkste dingen die er is. Jezelf laten doen door elke jongen, om weet ik veel welke reden, dat is gewoon, nah. Andere jongens denken daar waarschijnlijk anders over en die willen alleen maar hun worst ergens inrammen. I'm not that way! Niet dat ik iets heb tegen seks, hè, zeker niet. Maar als je gewoon iedereen poept die je ziet, dan is het ook gewoon, nee. Dat is een no-go zone. Ik heb deze video eigenlijk gewoon gemaakt, omdat na de Netflix en chill video heb ik nogal veel vragen gekregen. Zo van, ja, wil je met mij Netflix, wil je met mij? Wel, hier is mijn antwoord. Ik denk niet echt dat ik de Netflix en chill guy ben. Want als ik naar een serie wil kijken, dan kijk ik ook echt naar de serie. En niet naar iets anders. Dan wil ik gewoon naar de serie kijken. Snap je? Dus nee. Netflix en chill, dat is iets die niet in mijn hersenen zit. Okay, we're running through the map with the handgun in our hands. Hello, enemies. Where are you, bitches? Oh, William. Nee. Dus ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen entertainen in deze video. Ik heb mijn best gedaan om leuke, grappige dingen te vertellen. En soms gaat het niet goed en is het niet grappig. En gaat het erover. Maar op andere momenten is het wel funny. Ik probeer mezelf te zijn in mijn video's de laatste tijd. En echt geen fuck te geven om wat die mainstream YouTubers doen. En ik denk wel dat veel van jullie het leuk vinden. Want de support is gewoon elke keer fucking sick. Dus als je deze video nou leuk vindt, doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik heb me weer een beetje laten gaan in deze video, denk ik. Ik heb vooral wel dingen gezegd die normaal niet voor kinderen van 11 en oren bestemd zijn. Maar okay. En daar is een kill. En ik pak nog een kill. Want ik heb een handgun. Oh shit, dat was het. Waar? First, let me hop about the motherfucking Porsche. I don't wanna if that ass don't sit like a horse. Bedankt dat je kijkt naar deze video. Vond jij het niet leuk? Dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Ace It. Ik denk dat het een heel geslaagde video was. Volgens mij toch. Ik weet niet wat jullie ervan denken. Misschien zeggen jullie nu van, stop met zo roekeloos je video's op te nemen. En nah. Dus als jij het een leuke video vond, smash zeker een duimpje omhoog. Deel deze video met al je vrienden. Ik ben Ace It. En ik zou zeggen, dankjewel om te kijken. Ja. Yeah.